Ja, met de lampjes goed. Normaal staan deze Polite Boxstol in het slachthuis. Maar vandaag kwamen ze met busjes naar Linde om daar honderden ballonnen op te blazen voor de kinderen. Ik vind dat leuk. Zonder deze vrijwilligers was het feest niet doorgegaan. De burgemeester vindt dat de Lindenaren eigenlijk zelf hadden moeten helpen. Ja, eigenlijk wel. Maar ja, wat tijd. Om vandaag te helpen. Nou, ik ben erg druk met mijn eigen kinderen, dus vandaar. Ja. Nou, dat heb ik al de hele tijd gedaan. En nou is het ook de beurt als er niemand anders hè. De Oranje Vereniging vindt het te gek dat ze Polen hebben moeten invliegen om het feest te redden. Maar ze zijn wel weer blij met de hulp. Ook al praten er maar een paar Nederlands. Als je het voordoet, dan doen ze het na. Mensen kunnen alles. Dus wat dat betreft zijn er 1000 poten. De Polen helpen met alles. Ze hebben er eigenlijk meer verstand van dan ik. Het opbouwen van de attracties. Het uitproberen van de attracties. De zeskamp. En nog een keer het uitproberen van de attracties. Wij doen dat graag. De Polen weten precies wat we vieren op Koninginnedag. Dan vieren ze verjaardag van koningin Beatrix. Alleen het volkslied. Nou, het wel anders. Ik heb het wel geprobeerd. Maar Leven de Koningin kwam er dan uit. En Hoera gaat ook nog. Maar dan wordt het een warboel, dus daar begin ik maar niet aan. In elk geval wil ik alle Poolse vrijwilligers van harte welkom heten in Linde en bedanken voor hun inzet. Witam en dziękuję bardzo.